alle basiszaken van de Tesla in onder 4 minuten. Zodra de sleutel in de buurt is van de auto, gaan de handvaten automatisch uit de auto. Wil je de voorklep openen, dan druk je 2 keer op de voorkant van de sleutel. Let op bij het sluiten van de klep. Die douw je in het midden aan. Om de deuren te sluiten met de hand, druk je 1 keer in het midden. Als de sleutel niet in de buurt van de auto is, sluit deze automatisch. Door 2 keer op de sleutel in het midden te drukken, gaat de auto open. Druk je 2 keer op de achterkant, gaat de achterklep open. Druk je nogmaals 2 keer op de achterkant, dan sluit de achterklep weer. Bij de Tesla zitten waarschijnlijk 2 kabels om hem op te laden. Opladen met de reguliere kabel is eenvoudig, maar daarvoor dien je manueel het oplaadklepje te openen. Dit doe je in het console van de auto. Vervolgens kun je de klep of de laadkabel eenvoudig aansluiten. Om te starten met laden houd je de laadpas voor de laadplek. Zodra het lampje blauw wordt, laad de auto. Ben je klaar met laden, hou je de pas er weer voor en ontgrendel je de auto door 2 keer in het midden te drukken. Vergeet niet de laadklep te sluiten. De tweede laadkabel die bij de auto is geleverd is de UMC. Dit is de reguliere 230 oplaadkabel. Op deze kabel zit een knop. Daarmee kun je de laadklep aan de achterkant eenvoudig openen en ook het laden onderbreken zodra je klaar bent met laden. Je kunt de UMC verkeerd om aansluiten. Hiervoor geeft de Tesla een foutmelding weer in het scherm. En op de UMC zelf zul je een rood lampje zien branden. Het omdraaien van de stekker lost het probleem op. Op het apparaat zelf zal het groene lampje op gaan lopen. Je bepaalt eenvoudig zelf hoe vol je de auto wilt laden. Alleen voor lange afstanden gebruik je de tripfunctie. Rijden met de auto is eenvoudig. De verlichting zal automatisch aangaan als dat noodzakelijk is. Dus het enige wat je hoeft te doen is de auto in drive zetten. Als je naar voren wilt, in reverse als je naar achter wilt en door de knop in te drukken zet je hem weer in de parkeerstand. Let op, de voet moet even op de rem staan als je dit wil wijzigen. Het komt niet heel veel voor, maar af en toe loopt het middenconsole van de Tesla vast. Door de 2 middelste knoppen die beide kunnen draaien zo'n 20 seconden ingedrukt te houden, herstart het middenconsole zich. Omdat dit even kan duren, een minuutje ongeveer, is het verstandig om de auto op een parkeerplaats te zetten. Zodra het middenconsole weer opgestart is, kun je verder rijden. Tot zover de basis. Ik wens je heel veel rijplezier.